Hallo en welkom bij een gloedje nieuwe Hardwarehoek. Vandaag gaan we het hebben over routers en wel de Netgear Pro Gaming XR 500. Precies, dat had ik nooit onthouden. Martin heeft hem helemaal getest en we gaan hem nu uitgebreid bespreken. Martin, ja. Een router. Het is eigenlijk het meest ondergewaardeerde stukje hardware in je huis. Ja, maar echt, je moffelt het ergens weg in je kast of onder een kast of achter het gordijn. Maar dit zou je zomaar ook niet op je koffietafel zetten. Maar als het moment is dat het niet goed geregeld is, dan ben je fucked. Ja. En dat is het geval zeker wel eens als je een gaming setup hebt, bijvoorbeeld boven of in de kelder. Ja. Met wifi is het gewoon lastig. Ja. Jij had zo'n situatie toch? Je bent net verhuisd. Ja, ik ben net verhuisd naar een echte grote mensenwoning met meerdere verdiepingen. Ik kom van appartementen en ik had gewoon een standaard Ziggo router. Weet je, het is gewoon standaard kut, dat weet je. Zo'n Horizon box was dat? Nee, ik heb zo'n Yubi modem of zoiets. En het is een oud ding en het signaal is zwak, het valt af en toe weg. Weet je, af en toe ga je dan via de browser ga je dan de OS van zo'n router in en dan zie je allemaal gekke dingen staan en data bundel, whatever the fuck dit. En ik snap dat niet, ik heb geen zin om aan te klooien. Weet je, het werkt, het is prima als het af en toe uitviel. Oké, zet ik het wel weer opnieuw aan. Dat was het een beetje. Maar ik was er gewoon klaar mee. Ik denk, ik wil het goed doen. Dus ik ga kijken naar zo'n betere router. En in dit geval heb je de Netgear getest. Ja. De Gaming 500. Pro zoiets. Gaming XR 500. Ja. Wat maakt dit gaming? Want het is toch een router gewoon? Nee, dit is gewoon, het design maakt het natuurlijk een beetje gaming. Want als iets voor gaming is, dan moet het altijd een flitsend design hebben. Ja, ook al staat het ergens. Ik vind hem eigenlijk vooral heel erg groot. Ja. Dan denk ik weer, en met die antennes, waar moet ik dan weer staan? Antennes zijn belangrijk trouwens voor dingen. Die moet je niet wegmoffelen, die zijn echt heel erg belangrijk. Yeah. Ja. Anyway, wat maakt dit gaming? Nog ineens de hardware. De hardware is vrij standaard. Het is nog, weet je, voor €270 is het nog ineens een hele sterke router. Het is een beetje een middenklasse segment, maar het is vooral de software waar die op draait. Die is niet van Netgear zelf, ze hebben een licentie van Duma OS. Duma OS is een bedrijf uit Engeland die hadden bedacht vorig jaar, we kunnen dit veel beter dan die andere modemboeren. Laten we zelf een modem of een router maken. Maar ja, als klein bedrijf, daartussen komen is lastig. Maar ze hadden wel een goed product gemaakt en vooral hun software was heel sterk. En Netgear heeft dat gezien en dachten, dat moeten wij ook hebben. Wat is er dan goed aan die software, dat het echt pro-gaming is? Het maakt het sowieso heel erg overzichtelijk, ook voor jou en voor mij. Als je erop inkomt, het ziet er gewoon gebruikersvriendelijk uit. Je kan dingen drag en droppen. Je kan natuurlijk, je hebt meerdere devices op je... Drag en droppen. Dus als je denkt, ik vind dit belangrijk, dan zet ik dat daar neer. Maar je hebt natuurlijk meerdere devices, heb je thuis. Je hebt een laptop, je hebt een PlayStation, je hebt een smart TV waar Netflix op draait. En je wil, als je... lekker potje Overwatch aan het knallen bent of jij met je CSGO, dan wil je gewoon als jouw vrouw de Netflix aanzet, wil je niet, of een filmpje gaat downloaden, torrenten, whatsoever, dat je lag krijgt in je game. Dus je kan gewoon in die software kan je vrij makkelijk door gewoon te slepen. Oké, dit device is belangrijk. Dat moet, als er iets anders aangaat, moet dit nog 80% van de bandbreedte hebben. Dan mag de rest mag bijvoorbeeld 20% hebben. Dat kan je gewoon heel makkelijk aangeven. Je hoeft geen vage code in te voeren. Cool. Is dat met een app of zo? Of, nee, dat zit gewoon in. Dat is gewoon standaard. En dan kan je gewoon, als je... Maar hoe kom je erin dan? Of via het IP-adres van deze jongen. Ja. Dus dat is vrij makkelijk. Maar wat wel heel interessant is voor console gamers, is, want als je op PC gamet, als je daar op de serverlijst komt, dan staat er altijd wel achter welke ping een server heeft. Ja. Je wil natuurlijk zo'n laag mogelijke ping hebben. Dus dan als je een PC gamer hebt, dan zoek je gewoon de serverlijst. Oké, ik ga op deze server, dat is prima. Maar bij console games druk je vaak op connect. Ja, dan gewoon find game. Ja, dan gaat hij gewoon duikt je server in. En wat je hiermee kan doen, je kan gaan geofilteren. Dus in die software op deze modem, router, hatsenflatser, kan je zeggen, oké, ik wil alleen zoeken in Nederland, België, Duitsland en Engeland. Gewoon zo dicht mogelijk hierbij. Serieus? Ja. En dan duikt die software in de database van die game en die zoekt al die IP-adressen af en kijkt welke dichtstbij is. Zodat jij de grootste kans hebt op de meest lage ping. Oh,
Ah, oké. Okay. Ja. En je kan ook bijvoorbeeld gebruikers, als je bijvoorbeeld een potje 1 tegen 1 Rocket League tegen iemand hebt gedaan, kan je zijn IP kan je blacklisten, zodat je als je een lag met hem had, dat je nooit meer tegen hem gaat. Oh, serieus? Ja, het gaat echt super diep, weet je, veel te diep voor mij zelfs nog. Maar je kan echt... Is het überhaupt wel legaal of zo? Of ja, is het wel oké? Want ik denk van ja, je bent eigenlijk een beetje aan het fucken met de game-architectuur, toch? Als je zegt van, hey, ik ga alleen maar die servers pakken of wat dan ook. Nou, hoezo? Je mag toch zelf kiezen? Je wil gewoon toch de beste ping hebben. Weet je, ja. Als jij gewoon ervaring hebt van, ja, in China gaat het helemaal lekker. Ik wil niet meer buiten Europa. Dan kan je dat gewoon aangeven. Ja. Okay. Dat is tof. Er zit zelfs een functie in dat je in deze machine ook een VPN kan invoeren. Dus dat je het niet meer per device hoeft te doen. Dat is ook wel makkelijk. Dus ja, weet je, qua hardware is dit niet zo indrukwekkend. Er zijn snellere routers, modems op de markt. Maar ja, vooral de software die erin zit, die is gewoon heel erg interessant voor gamers. Ja, maar heb je daadwerkelijk dingen ervan gebruikt? Of heb je in het begin even van, oh, dat is vet. Nou, wat het tof is, meestal zet je zo'n ding neer, je stelt het één keer in, zet er een wachtwoord op, klaar. Maar hier, als je een tweede of derde scherm hebt, het is gewoon interessant om de... ernaast te hebben, te zien, want ja. Hij houdt alles bij. Hoeveel bandbreedte is het? Je kan ook statistiekjes en zo bekijken. Ja, deze game trekt dit en misschien moet ik dan een beetje dat... Het is echt leuk om te kijken. Je ziet allemaal grafiekjes hier lopen. Ja. Het is echt super interessant en super simpel gehouden. Dus ja, weet je, het is natuurlijk altijd de vraag of je het nodig hebt, maar het valt niet uit, het goed bereik. En, 270 euro zeg je, hè? Ja. Dat is... Ja. Ik heb me niet in verdiept hoor, maar het klinkt best wel duur voor iets zoals dit. Ja, maar sowieso, die kringen zijn altijd duur. Ja. Maar voor hetzelfde geld heb je ook een non-gaming variant. Oké, wat vind je er uiteindelijk van als totale product, zeg maar? Als je kijkt naar de prijs, de sterkte van het signaal en de software samen. Ja, nou, qua hardware is het dus een gemiddeld product. Ik vind hem best prijzig, maar qua OS is echt top. Het wordt gewoon heel erg makkelijk gemaakt. Ik vond het zelf altijd eng om zo'n ding in te gaan stellen. Maar zij maken het wel heel erg makkelijk. Oké. Okay. Nou, misschien moeten we binnenkort wat meer van dit soort dingen bespreken. Zodat we een idee hebben wat nou top en not is. Ja, je stopt het weg in je kast. Je kijkt er vaak niet naar. Maar het is best wel belangrijk om een goede router thuis te hebben. Oké. Okay. Nou, Martin, bedankt voor het testen van deze Netgear Nighthawk. Gaming router XR500. Ja, dat is. UFO. Dat is echt zo'n ding, hè? Mm-hmm. Ja. Nou, bedankt voor het kijken en tot na de E3. Dan zijn we er weer. Doeg! Doei!